Goedendag, welkom bij het RTW Arnhem Nieuws van woensdag 11 mei met vandaag... Arnhemse haven verliest klanten. Grootste waterstofcentrale vanuit Arnhem naar China. En schuldhulpverlening aan kleine bedrijven. De studentenflats in Presikhaaf worden 3 maanden later opgeleverd dan was gepland. Oorzaak: de vondst van asbest in de Rijkswaterstaattoren waarin de flats worden gebouwd. De flat is nu waarschijnlijk pas volgend jaar maart klaar. Ook vorig jaar waren er problemen met de bouw van de flats toen er asbest werd gevonden in de kozijnen. De toren van Rijkswaterstaat is 65 meter hoog, heeft 20 verdiepingen en er komen 294 wooneenheden voor studenten. Het Arnhemse bedrijf Hair for Her is genomineerd voor de Gouden Venus van Milo. Een award voor mensen met een beperking die anderen inspireren. Hair for Her zamelt haarwerken en hoofdbedekking in en leent deze kosteloos uit aan kankerpatiënten. De Gouden Venus van Milo is in het leven geroepen door het Goede Doelenfonds van coöperatie Dela. Arnhem start met schuldhulpverlening voor ondernemers en ZZP'ers. De gemeente wil zo een halt toeroepen aan de groeiende armoede onder mensen met een eigen bedrijf. Geschat wordt dat er zo'n 1000 kleine ondernemers in Arnhem stille armoede lijden. Gebleken is dat ZZP'ers niet 1, 2, 3 naar de gemeente gaan met hun problemen. En als dat al gebeurt, is dat vaak te laat, zo blijkt uit ervaring. Naast hulp van de gemeente wordt er bij deze nieuwe schuldhulpverlening ook gezocht naar andere financiers. Het gaat niet zo heel erg goed met de Arnhemse haven. De haven verliest veel klanten onder cruiseschepen. Pieter Pluigers vroeg wethouder openbare ruimte Ine van Burgstede hoe dat komt. Nou, wat we geconstateerd hebben is dat mensen de cruisevaart, dus het zijn mensen uit het buitenland die hier naartoe komen, op, maar ook afstappen om de stad te bezoeken, ook naar Nijmegen gaan. Dat is een poosje in onderhoud geweest, die kade. Daar zien we nu weer dat cruiseschepen daar naartoe gaan. Maar ook een grote rederij die failliet is gegaan, een tour operator, waardoor we ook klandizie missen. Hoe kan je dat als gemeente tegengaan? Want deze cruiseschepen zijn een belangrijke toeristische inkomstenbron. Niet alleen Europeanen, maar ook Amerikanen en Canadezen die vanwege Airborne Market Garden redenen hierheen komen. Hoe kan je het tij keren? Nou, wat wij doen is vragen, wat zijn nou die behoeften van die reders? Hè? Die willen graag stroom hebben waar ze gewoon op in kunnen prikken. Geen aggregaten, geen brandstof hoeven aan te laten komen. Snel van hun afval af willen, maar ook van hun vuilwater. Want u kunt zich voorstellen, er zit allemaal sanitair op. Op dat moment, daar zijn we op aan het investeren als gemeente. Om te zorgen dat ze dat ook krijgen op die manier. En een aantrekkelijke entree maken naar die binnenstad. Toch heeft Arnhem de laatste jaren veel gedaan om deze kade te verbeteren. Heel veel geïnvesteerd, zowel in kade, reconstructie of bouw, als dingen die er aan en opgebouwd zijn. Waarom is het dan toch moeilijk die cruiseschepen te blijven houden of aan te trekken? Ons doel is om te zorgen dat de cruisevaart het interessant vindt om hier in Arnhem te komen. Voor de herinneringstoerisme, alles rondom de Slag om Arnhem. Maar ook het bezoeken aan het Openluchtmuseum, Burgershow. Dus al dat soort zaken onder de aandacht blijven houden. En zorgen dat naast een veilige kade een hele attractieve kade hebben. Sommige reders hebben een beetje kritiek op de aanleggelden of havengelden. Wat vindt u daarvan? Die zijn marktcomfort. Je hebt ook hier een industriële haven, transporthaven. Hoe gaat het daarmee? Nou, ook daar zijn we naar het kijken, van doen we daar het goede voor die bedrijvigheid. Het is uniek als stad dat je aan het water ligt, dus het trekt ook andersoortige bedrijvigheid. Mensen die speciaal dat water nodig hebben voor hun aan- en afvoer van hun producten. Ook daarin zijn we in gesprek en gaan we in gesprek om te kijken, doen we dit goed genoeg, zodat ze hier ook blijven en dat we mogelijk ook nieuwe bedrijvigheid aan het water gaan aantrekken. Wat voor bedrijven zitten er allemaal? Nou, daar zit onder andere Shell als een van de grootste bedrijven. Maar wat heel interessant is en waar ik verder nog wel eens naar zou willen kijken, daar zit maakindustrie, daar zitten smederijen. Veel cruisevaartuigen liggen hier in de winter om opgeknapt te worden, stoffeerders die er zijn. Dus dat is interessante arbeid. Daar zou je ook naar willen kijken, hoe kunnen we dat aantrekken, zodat we ook werkgelegenheid naar Arnhem toe krijgen. En als je dat kan combineren met een goed functionerende haven, denk ik dat je het als stad
aan het water heel goed doet. We blijven even in de haven, want van daaruit vertrekken vanavond een aantal vrachtschepen naar China. Met aan boord onderdelen van de grootste waterstofcentrale ter wereld. U gaat iets verschepen vandaag. Wat gaat u precies verschepen? Vandaag gaan we een installatie naar China verschepen. En dat betreft een brandstofcelcentrale. Die dus elektriciteit op kan wekken. En als brandstof wordt daarin waterstof gebruikt. En die waterstof komt vrij bij een fabriek in China. Het is een gratis brandstof en daar kan dus op een heel effectieve manier elektriciteit van gemaakt worden. U bent onderdeel van de Arnhemse waterstofsector. Hoe belangrijk is deze sector voor Arnhem en u als bedrijf daarin? Dergelijke projecten zijn heel belangrijk voor de waterstofsector in Arnhem. Bijvoorbeeld in dit project werken we samen met Netstek, leverancier van brandstofstellen of ook wel stacks. Ook AkzoNobel is in dit project betrokken. In China. Voor de rest zitten we ook nog met Europese bedrijven die er ook in samenwerken. Want het project wordt ook nog vanuit de EU ondersteund. Voor Arnhem is dit een belangrijke uitstraling en ook een belangrijke factor van werkgelegenheid. Kunt u in het kort uitleggen hoe het proces werkt? Ja. Wat er in feite in deze installatie gebeurt is dat waterstof, wat dus bij die fabriek vrijkomt, wordt vermengd met zuurstof uit de buitenlucht. En als je dat op een slimme manier doet in zo'n brandstofcel, kun je de elektriciteit die daarbij vrijkomt, kun je nuttig gebruiken voor andere toepassingen. In dit geval dus voor die grote fabriek die dus heel veel elektriciteit nodig heeft. En waarvan met deze installatie een substantieel deel van de elektriciteitsvoorziening kunnen leveren. Daarnaast is een bijkomend voordeel dat door de reactie van waterstof met zuurstof krijg je heel zuiver water. En dat zuivere water kan deze fabriek ook weer gebruiken in het productieproces. Verder kan ik misschien nog bijvermelden. Er ontstaat ook enige warmte bij dit proces. En die warmte kan ook weer nuttig gebruikt worden in het fabrieksproces. Dus al met al gaat het hier om een heel milieuvriendelijk systeem. Wat om die reden innovatief is. En de techniek in China is nu nog niet zover dat ze dit zelf kunnen. En zelfs in Europa zitten we nog in de ontwikkelingsfase. Hoe belangrijk zijn Chinese bedrijven en China als handelspartner voor u? MTSA is een middelgroot bedrijf. Maar ongeveer de helft van wat we doen, of iets meer zelfs, gaat de grens over. En dan een belangrijke afzet vindt plaats in Azië. Bijvoorbeeld in China en in Korea, maar ook in India. Wat je dus ziet is dat dit soort afzetkanalen voor ons steeds belangrijker worden. We hebben niet alleen opdracht voor een dergelijk brandstofcelsysteem, maar bijvoorbeeld ook voor specifieke hoogspanningsschakeltechnieken leveren diverse apparatuur. Dus we hebben miljoenen omzetten inmiddels in het buitenland en dan vooral in China. U bent een zeer innovatief bedrijf. Waaruit blijkt deze innovativiteit of inventiviteit van uw bedrijf? Dat blijkt dat wij diverse opdrachten van hoofdzakelijk grote bedrijven ontvangen. En die beginnen vaak met een zogenoemde pilot plant om nieuwe processen of productiemethodes te testen. En vervolgens gaan we dat samen met die grote opdrachtgevers opschalen tot nieuwe productieprocessen. Dus wij zitten vaak aan de basis van nieuwe technologieën en nieuwe ontwikkelingen. De waterstoftechnologie zit in de beginfase van ontwikkeling. Hoe lang duurt het voordat we eigenlijk bij een waterstofeconomie zijn? Dat is heel moeilijk te zeggen hoe lang dat nog gaat duren. Er is nog wel eens een misverstand dat mensen denken dat waterstof een energiebron is. Maar waterstof is geen energiebron, het is een energiedrager. Je zult het dus eerst op moeten wekken. Dus met andere woorden, die energie is niet gratis. Die moet of uit andere brandstoffen komen of uit renewable energie. Bijvoorbeeld uit elektriciteitsopwekking met windmolens of met zonnepanelen. Dan moet al die waterstof nog gedistribueerd worden op een efficiënte manier. Het hele vervoerspark bijvoorbeeld moet daarop aangepast worden. Dus dat kan nog jaren duren voordat die waterstofeconomie echt van de grond komt. Hoewel je wel ontwikkelingen ziet. Als je bijvoorbeeld Toyota ziet of Hyundai of andere Europese merken. Die hebben al een standaard waterstofauto als voorbeeld. Dus er zit ontwikkeling in, alleen het kost veel tijd. Dan nog het weer. Wolkenvelden en zon wisselden elkaar af vandaag. Morgen is het nog warm en er zijn flinke perioden met zon. Er staat wel veel wind. Bedankt voor het kijken, fijne dag en tot morgen.